Hey, leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb in deze video alvast de favorieten van juni. Normaal ben ik vrij laat met de favoriete video, dan heb ik hem aan het begin van de volgende maand. Juni is ook nog niet helemaal voorbij, we hebben nog een aantal dagen te goed. Maar ik dacht, ik doe hem nu gewoon nog in de maand juni zelf. Het leek me wel leuk een keertje. Ik heb mijn toilettasje heb ik gevuld met een aantal producten. En ik ga jullie gewoon even laten zien wat mijn favorieten zijn. En ik zal jullie ook gelijk erbij vertellen waarom dit mijn favorieten zijn van juni. Als eerste heb ik deze Gian bronzer van Sunkist. Dit is een medium bronzer. In de kleur medium. En de verpakking is vrij groot, dat moet ik wel zeggen. Maar ik vind het een hele mooie, donkerdere bronzer. Ik draag hem ook nu. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar nu het zomer is, vind ik deze gewoon echt heel erg mooi. Hij is wat donkerder van kleur en dan vind ik het eigenlijk gewoon heel erg mooi om een donkerdere kleur te gebruiken. Ik vind hem ook heel fijn met contouren en shapen, want je ziet gewoon echt goed dat je hem hebt aangebracht. Hij veegt ook heel fijn uit en je kunt een beetje combineren. Ik zal hem even openmaken, doordat je dus ook die donkerdere kleuren hebt. Ik zag hier trouwens bovenin een heel klein barstje hier al. Dus dat is wel een beetje zonde, maar goed. Je kunt dit eigenlijk gewoon ook een beetje mengen. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Je kunt hem eigenlijk gewoon een beetje aanpassen naar je eigen kleur. Ja, je kunt hem niet lichter maken, maar je kunt hem wel dus wat donkerder maken. En daarom vind ik deze eigenlijk gewoon heel geschikt voor de zomer. En daarom vind ik dit absoluut een favoriet die bij juni hoort. Dan heb ik deze lip liner van Essence. Dit is de Long Lasting Lip Liner. Ik zal even kijken welke kleur dit is. Deze heet Peach Beauty. Dit is kleur nummer 4. En wat ik heel fijn vind aan de Long Lasting Lip Liners is de langere punt. Er komt nog een review van. Ik heb nog een aantal andere kleurtjes die ik daar ook gelijk bij wil reviewen. Maar dit is de eerste die ik nu heb gebruikt. En ik vind hem gelijk heel prettig. Hij is gewoon, ja, het puntje is gewoon goed scherp. Hij geeft voldoende kleur af. En wat ik gewoon heel fijn vind is dat je dus niet zit te clearen met slijpen. Dat je hem gewoon uit kunt draaien hier zo. En ik heb het idee dat dit toch een wat beter effect geeft dan zo'n potlood die je moet slijpen. En dat merk ik ook zeker wel doordat ik gewoon gelijk voldoende kleur had met aanbrengen. En daarom vind ik dit ook een favoriet. Dan heb ik twee highlighters. Deze zijn van Catrice en dit zijn highlight pennen. Dit is een wat koelere tint en dit is een wat warmere tint. De koele tint die heet I Need. De warmere tint heet I Like en ik ben echt dol op highlighters. Ik ben ook blij dat je ze steeds meer vindt in de budgetschappen eigenlijk. Zoals Catrice die heeft ze nu, Essence heeft er ook een aantal. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de nieuwe highlighters van Catrice die gaan komen. Ik zal even heel kort laten zien. Het is een punt en hier kun je gewoon mee over je gezicht gaan die je dus ook uit kunt draaien. De uitgebreide review die kun je lezen op mijn blog. Het reviewje is gisteren online gekomen. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik je even doorverwijzen naar mijn blog als je hier meer over wilt weten. Dan heb ik een topcoat van Essence. En dit is een satin mat topcoat. En hij heet Mat About You. Ik was eigenlijk al best wel een tijdje op zoek naar een matte topcoat. En ik vind het gewoon heel erg mooi als je een nagellak dus mat kunt maken. De uitgebreide review die volgt ook nog hiervan. Maar ik heb hem al eventjes getest en het werkt echt super. Maar ik vind het ook gewoon heel erg fijn dat als ik nu een matte nagellak koop, dat ik hem dan ook mat kan houden. Dat ik dus nu een matte topcoat heb. En ik vind het gewoon een heel mooi product. Dus daarom is dit ook zeker een toppertje. Dan heb ik een oogschaduwpalet van W7. Dit is de Toasted. En dit is echt gewoon een hele mooie. Ik zal hem even openmaken zodat je het ook kunt zien. Met hele mooie goudtinten. Oeps, daar gaat een applicatortje. Je kunt hier gewoon een hele mooie look mee maken. Dat zul je ook binnenkort nog gaan zien. Maar ik heb deze gewoon nu afgelopen maand getest en hij
Het werkt heel goed. Het pigment is echt top. Niet dat ik er heel erg over twijfelde, want eigenlijk ben ik over het algemeen heel erg tevreden over het pigment van de W7 Oogschaduw. Maar wederom vind ik het weer een hele mooie. Je hebt hier ook een aantal andere versies van. En ja, ik zou zeggen, het is zeker een aanrader om eens eventjes te gaan kijken. Naar de andere versies ook, mocht je er geïnteresseerd in zijn. Maar ik vind dit echt een toppetje. Dan heb ik deze W7 nagellak. Dit is de Neon Pink. Heel mooi kleurtje. Lekker fel, daar hou ik wel van. Vooral in de zomer vind ik het heel erg mooi. Eigenlijk voldoende pigment. Eén laagje geeft al heel veel kleur. Omdat ik zelf vaak het probleem heb dat ik niet in één laagje alles kan raken, doe ik altijd gewoon twee laagjes. Maar één laagje is eigenlijk al voldoende. En je hebt ook eigenlijk nog een heleboel andere felle kleurtjes. Maar ja, het is gewoon een hele mooie nagellak die gewoon, ja, gewoon heel veel kleur heeft. Er staat wel op dat je hem moet schudden voor gebruik. Ik doe het zelf eigenlijk nooit, maar misschien is dat dan toch wel eens een keer goed om te gaan proberen. Dan heb ik nog een blush van W7. Ik heb heel veel W7 producten, zie ik eigenlijk nu. Dit is de Duo Blusher. En twee hele mooie blusjes. Je hebt ze in meerdere kleuren. Ik heb kleur nummer 4. En wat ik heel erg mooi vind aan deze is dat hij niet zo heel erg opvallend is. Ik had later ik bijvoorbeeld een blush en die was zo fel. Dat zag er gewoon niet uit hoe fel gekleurd gezicht ik ervan kreeg. En deze die heeft eigenlijk gewoon een hele mooie kleur. En eigenlijk zou je deze kleur zelfs ook nog wel kunnen gebruiken om te contouren, vind ik. Het is natuurlijk wel een blush, maar hij is wel mooi donker. Ook kun je hem natuurlijk gewoon heel mooi combineren. En dat vind ik heel erg fijn aan deze blush. Dan heb ik deze parels van Catrice. Deze zijn uit de Limited Edition. Afgelopen week schreef ik een review over deze Limited Edition. Daar kon je al in lezen dat ik het oogschaduwpalet eigenlijk niet zo goed vond. Maar de parels daarentegen, die vind ik wel heel goed. Omdat het pigment hiervan wel heel goed is. Ze ruiken ook nog eens super lekker. Ze deden me eigenlijk ook een beetje denken aan die eerdere Limited Edition die Essence heeft gehad van Cookie and Cream. Maar ze roken een beetje naar spekjes. En de parels vind ik gewoon wel echt super, super mooi. Dan heb ik deze Catrice Foundation. Dit is de Nude Illusion. Dit is de kleur 30 Nude Beige. Deze kleur vind ik heel erg mooi. En ik vind de textuur van deze foundation ook gewoon super fijn. Omdat hij eigenlijk heel fijn uitsmeert. Het is gewoon een hele mooie, mooie dekkende foundation. Gisteren kon je lezen in het bericht van de producten die het assortiment gaan verlaten. Dat de donkere kleur van deze foundation eruit gaat. Maar gelukkig blijven er ook nog wel een aantal kleuren in. Ik ben heel erg blij dat deze kleur dus blijft, omdat ik deze gewoon heel fijn vind. Dan heb ik deze mascara van Essence. Dit is de I Like Long Lashes. Ik vond alleen de naam al super leuk. En ik vind hem heel fijn werken. Hij heeft een heel fijn borsteltje. Ik ga hem eventjes laten zien. Dus misschien wel even leuk. En het brengt heel fijn aan. Het wordt niet zo heel snel hard ook, dus je kunt meerdere lagen over elkaar heen aanbrengen. Maar ja, hij geeft wel echt wel volume en lengte. En hij doet gewoon waar die voor is uitgebracht, voor gemaakt is. En dat vind ik gewoon super leuk. En hij is gewoon ook heel vrolijk om te zien. Dan heb ik deze concealer van Catrice. Dit is een Retouch Light Reflecting. Deze geeft een verlichtend effect. Ik heb de kleur ook Light Nude. En dit werkt gewoon eigenlijk als een andere foundation. Het laatste product is de Essence Lash & Brow Mascara. Gel mascara is dit. Dit is gewoon een mascara die je
voor je wimpers en je wenkbrauwen kunt gebruiken. Voor mijn wimpers gebruik ik het niet zo snel, maar voor mijn wenkbrauwen vind ik hem echt super fijn. Je kunt eigenlijk gewoon nadat je je wenkbrauwen hebt gedaan, dus of dat je een kleurtje hebt aangebracht of niet, kun je hier met het borsteltje er doorheen gaan en dan blijven ze op zijn plek zitten. En ik vind het heel fijn dat deze niet hard wordt. Hij droogt heel zacht op en het borsteltje werkt ook gewoon heel fijn. Je kunt heel gemakkelijk door je wenkbrauwen gaan en dat vind ik altijd wel een heel fijn, fijn iets. Want als het zo lastig werkt, dan is het gewoon eigenlijk onmogelijk om aan te brengen. Maar dat vind ik bij deze gewoon heel erg goed. Dan was dit mijn favoriete video van juni alweer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hoop dat je het leuk vond. Het zijn best wel wat producten. En zoals ik al eerder zei, komen er van sommige producten ook nog gewoon reviews online. Maar ik kan nu nog niet zeggen wanneer dat zal gaan zijn. Ik hoop dat ik je de volgende video weer ga zien. En voor nu nogmaals bedankt voor het kijken. Doeg!